Wij gaan met 11 vrienden overnachten op een onbewoond eiland. Dat betekent geen stroom, geen wifi en slapen in een tentje. Wij hadden zoiets nog nooit gedaan. Maar gelukkig ging alles helemaal vlekkeloos. Nee! Oké, dat misschien niet, maar verder ging het wel heel erg goed. Is de sound of police? Ja, ja! Ja, die hebben wij gezien. Dat is volgens mij wel politie dat langskwam. Gaan wij dit overleven? We zullen zien. Dus, wij zijn nu bij de boot, klaar om te vertrekken. We zijn hier met de eerste groep. Leuk! Leuk, en de boot is helemaal volgeladen met allemaal spullen. En dan gaan we zo meteen vertrekken naar het onbewoonde eiland. Ja, het is waarschijnlijk wel nog even 3 uur varen, maar dan uiteindelijk zijn we er, ja, weet je? Ja, ja. Je moet het positief zien. Hey. Weet iemand wat voor meer we naartoe gaan? Ja, Vinkenveense plassen. Vinkenveense plassen. Dus wel die piemel. Ja. Oh, ja. Zij! Oh. Oeh, meid. Nou. Ik dacht, ik kom even niet bij. Oh, ja, dan. Ik heb geen bikini. En wie verliest, die moet daar even liggen. Ja, dat is leuk. Goed idee. Oké, zeepapier schaar. Nee, niet zo het spel. Jee, maar hij wint alleen maar van mij met zeep en schaar. Ik ga dit nu voor de vatten doen, je wint toch. Ja, druk. What the fuck? Ja, I know! Pak een beetje nootjes. Kijk uit. Niet opstaan! Dat was heel grappig geweest. Oh my god. We zijn nog niet opstaan. Zo'n dochter die er echt geen zin in heeft. Ja. Die de hele dag moet gaan varen met de familie. Pap, ik heb hier geen verbinding. Pap. Pap, ik heb geen wifi hier. Pap, zeg even dat Gideon stinkt. Laat me gewoon met rust. Dit is echt heel laag. Oh mijn god. Oh, dit gaat er niet worden. Nee. Nee, dat hou je niet. Hou je niet. Leuk hè, hoe zo'n mannetje dat doet. Figuurlijk gestrand. Is toch prima zo, of niet? Nee. Kijk, zij hebben zo'n poeptent, maar Sophie, die is voorbereid. Kijk. Oh. Oh, shit. Ik had niet verwacht dat hij zou werken. Hij is er. Kijk. Dit is hetzelfde. Ja, dat is mijn tent. Woe! Oh. Dat is een lekker tentje. Ja, maar die van mij is al even oud, hè. Weet je, die is niet zo goed meer opgevouwen door mij. Waar ga ik mijn huis nu zetten? Nou. Ja, een mooi plekje. Gaat hier? Probeer te lopen met die tent. Maar natuurlijk kan niet alles vlekkeloos gaan. Wat hebben we hier? Ja, moet je zien. Skimmel. Oké. Hoe komt dat daar? Ja, als het gewoon vochtig is geweest, het is een beetje harig. Ja, dat trekt natuurlijk helemaal in. Wij blij dat we daar niet op slapen vanavond. Nee, dat snap ik niet. Sta eens hoor. Het is schimmelbed. Gelukkig ging het hier na stukken beter. Ik denk dat we hier al 1,5 uur, 2 uur mee bezig zijn. Ik maak niet eens een grap. Om de tent omhoog te krijgen en het gaat straks keihard regenen. Ik word echt helemaal gek. We hebben de stokken dus nu ook weer verkeerd gedaan, dus nu mogen we de stokken weer helemaal opnieuw gaan doen. Terwijl deze mensen hier lekker aan het zwemmen zijn. Hoe is het hier? Heel goed, ik heb net lekker gezwommen. Heerlijk hè, geen tent opzetten. Ja, inderdaad. Komt wel goed, denk ik. Heel lelijke tent. Ik kan niet janken. Nee! Het begint ook heerlijk te regenen. Ja, die opgooitenten zijn gewoon ideaal. Dames en heren, als je gaat kamperen. Ja, dit ziet er heel luxe uit, maar dit ding werkt eigenlijk gewoon veel beter. De tweede groep mensen was ondertussen ook aangekomen. Dus nu waren we compleet. Zijn meer mensen hier gearriveerd? Amo. Oh, ja. En hij doet het! Lekker cozy hier in de tent met 11 man.
Deze ja, moet wel echt. Dus we waren met 6, nu lekker met 11. Ik vind het wel heel leuk. Ik bedoel, even serieus. Wanneer doe je dit nou? Dat doe je dus nooit. Precies, dat doe je nooit. Maar wie doet het ook op een regenachtige dag? Wij. Oh, kijk dan. Lieve meisje. I am cooking today for you. You want knackworst? Ja, nee, really like the knackworst. Britt, heb je dat broodje open gekrapt? Want dat vind ik het lekkerst. Ja, zeker. Open gekrapte broodjes. Het liefste met een stukje nagel of zo. Ja, zeg maar echt handmade gewoon. Geen gebakken uitjes. Heb je je handen niet gewassen? Dat vind ik nog lekkerder. Ja, klopt. Godverdamme. Godver. Dat deed je niet. Ik zei... Extra mayonaise. Oh, dat doe je mooi. Anders word ik zo verzadigd. Hou ik niet van. Nou, eet smakelijk, dames en heren. Ja. Knakworsten zijn wel warm. We komen er dus net achter dat je hier met zonsopkomst en zonsondergang niet mag zijn. Je mag hier sowieso niet overnachten. Maar tot nu toe gaat het nog goed. Ja, we zijn morgen toch weer weg, dus dan heeft niemand meer last van ons. Maar toen. Ja, wat? Oké. Nee, Popo. Ik ga een uur lang leven. Popo op hielen. Zelfs op een onbewoond eiland, hè? Denk je even lekker naar een onbewoond eiland te gaan, dan komen ze nog steeds op je hielen. Niet wel van, maar ruim wel je tering. Komt helemaal goed, doen meneer. Doen we. De politie gaat weg en we mogen blijven! Hey! Zal ik vertellen hoe het is gegaan? Wat? Ik zei, steen, papier, schaar, als we winnen mogen we blijven. Als ik verlies, dan gaan we nu weg. En? Wat denk je? Gewonnen? Gewonnen. Oh, fantastisch. Ja. Hey, maar als jullie morgen niet opruimen, dan zit ik dus morgen in de cel, hè? Ja, maar dus wat gaan we morgen niet doen? Opruimen! Hey! Het kutte is dat we nu ook al die poepdoekjes van die andere mensen op moeten ruimen. Nee. En aangezien het begon te regenen, besloten we spelletjes te gaan doen in de tent. Gezellig uit. Laten we dansen, liefste. Dansen aan zee. Ik ben zo moe, ik wil eigenlijk echt slapen. Nou, Maxime, dan moet ik je teleurstellen. We gaan namelijk eerst iets anders doen. Welkom bij Verstoppertje op een onbewoond eiland. Wij zijn de zoekers en wij moeten nu de andere mensen hier gaan vinden. Maar het is tering eng. Kom maar mee. We hebben alleen maar één zaklamp. Oh ja, dat en ook nog eens. En verplichte enge muziek. Ja, we moeten per se horrormuziek meenemen. Leuk. Oké, hier is het leuk. Oké, daar gaan we. Holy shit. Het is echt zo donker hier. Het lijkt oprecht alsof ik daar achterin iemand zie. Ja. Ik denk dat hier iemand zit. Ik wil echt niet. Oh, je lijkt op Slenderman. Nee, man. Maar jij lijkt op Slenderman. Slenderwoman. Nee. Gast, even serieus. Even serieus. Ik hoorde iets achterin. Ik zweer het, ik hoorde iets. Stoppen. In dit deel zijn we helemaal niet geweest. Jongens, laat me echt schrikken. No. Dat vond ik niet leuk. Hier was ze ook niet. Oh! Nee! We zijn gered! Oh. Nee. Er kwam een boot langs en we dachten dat het een politieboot was. En dat was met heel veel licht. Die hebben wij gehoord. Ja, die hebben wij gehoord. Die kwam hier langs. Ja, ja! Die hebben wij gezien. Dat was volgens mij wel politie dat langs kwam. Maar die zijn wel doorgevaren. We vonden eigenlijk dat Maxime nog niet genoeg was geschrokken. Dus we besloten haar nog één keer goed te laten schrikken. Gaat echt gillen. Nee, je maakt een grap toch? Je maakt een grap. Het lijkt me op een soort bodysuit. Zie je? Jongens! Dit is echt niet grappig! Ik ben klaar met jullie. Zijn nog bij die kist! Ja, ik ben echt klaar mee! Ja, zoals je hoorde was Maxime er een beetje klaar mee. Dus we besloten om lekker te gaan slapen, om vervolgens in alle rust en vrede wakker te worden. Oh nee! Nee! Allemaal condens nu op mij! Dat is je eigen vieze gore zweet die naar beneden komt gevallen. Echt? Nee. Zo jij adem. Nee, toch echt? Natuurlijk. Ja, dan had ik zeker niet gewild dat je op mijn tent trapte. Oeh, in dat geval? Nee, echt niet doen! Nee! Goed
eten morgen. Oh, ook heel mijn spullen nat. Wat doe je nou? Zo, het is een hele vermoeiende ochtend. Ik weet niet eens hoe laat het is vandaag. Het is 21:45. Maar we sliepen ook echt om 4:00. Dus we hebben niet super lang geslapen. Alleen het is wel tijd om naar huis te gaan. Want anders zijn we nog 100 jaar op dit kleine eiland. Het is namelijk niet zo heel groot. Wat een loser. Wat een loser tent. Wie heeft nou zo'n sukkel tent? Hij is prima, zolang we hier tegenaan trappen, Maxime. Oh. Iedereen is lekker aan het opruimen. En hoe gaat het opruimen bij jullie? Nou, eerst niet goed, want een tas van ons die stinkt naar... Ik kan niet eens opschrijven. Het is echt... Ja, ik heb het ook geroken. Deze action tas. Waar ruikt dit inderdaad naar? Ik heb echt geen idee. Het is oprecht gekotst. Het is puur kots. Ja. Yo guys, we zitten weer in de boot. Maar dan iets minder energiek als voorheen. Hoezo? De energie zit er toch hartstikke goed in? Hey. Energie is er dus niet meer. Daar hebben we heel de avond gezeten. Het is wel chill. En dan kan oprecht de muziek gewoon hard aan zitten en niemand hoort je. Ja, dat is wel heerlijk, hè? Ik heb genoten. Ik ook. En toen was het tijd om afscheid te nemen van een paar mensen uit de groep. Kijk hem struggelen dan! Lekker! Oh! Hoezo zo? Wij zitten hier gewoon in de kleedje! Zo koud! Ik zit hier serieus in de kleed! Boys will be mannen zijn zo koud! Mannen zijn echt crazy! Mannen zijn gewoon trash! Goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, we gaan lekker lunchen. Het slechte nieuws is dat de boot niet meer door de sluis heen komt. Ja, dat is ook de reden waarom we gaan lunchen. Maar we hebben ook een hele mooie lunchplek gevonden. Hij heet de voetangel. De voetangel. Dat klinkt ook echt heerlijk. Dat klinkt goed. Support the boy, bro. Support the boy. Smakelijk. Voor het eerst. Is het 9 euro waard? Ik vind van wel. Want de service was uitermate goed. Kak. Ik ben gewoon nog aan het eten. Een lekkere onderbroek die al twee dagen aan heb gehad. Ik zeg echt niet snel dat mensen raar zijn. Maar jullie zijn echt raar. Tarrel. Ken je dat, tarrel? Ja, tuurlijk. Tarrel is opgehoopt een stukje poep wat tussen je kont is blijven hangen. Schat, moeten we niet zo hard over. Over wat? Over poep, poep, poep? Zullen we anders zo weer gaan varen, jongens? Ja, is goed. Ja. Oké, laten we weggaan. We zijn eindelijk uitgegeten en we gaan terug naar de boot. We zijn er al. En dan nog 20 minuutjes naar huis. Nou, lieve allemaal, dan zijn we toch echt aangekomen bij het einde van de video. Helaas, pindakaas. Nou, voor ons misschien wel beter, want dan kunnen we eigenlijk gaan douchen. Zo, daar heb ik zin in. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een like achter te laten. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we je volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doei! Doei.